Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en ik had het beloofd, hè, voor 2014 alsnog een room/setup tour die wij eventjes gaan begaan. Zoveel verandert altijd niet in mijn kamer en ik heb al 2 roomtours gedaan, eentje in 2013, eentje in 2012. Tenminste, dat denk ik dat het in 2013 en 2012 was en nu in 2014 er weer een. So let's begin. Dit is mijn nieuwe bureaustoel. Hij heet Malcolm. Dit is een geweldige bureaustoel. Hij is super zacht. Ik had altijd leren bureaustoelen, alleen ik vind dit toch veel fijner hoor. Hij zit super lekker. Kijk maar. 1, 2. Ah. Oh, wat zit dat lekker. En hier zit ik dan. Eventjes zo een rondje om de kamer, wat je eigenlijk ziet. Wow. Ik heb hier 1 scherm, dat is een Samsung scherm zoals je ziet. En ik heb daar een scherm en dat is een LG scherm. Een Samsung en een LG scherm. Dit is Chucky. Dit is de YouTube monies. Ik heb mijn kamer niet speciaal opgeruimd ofzo, of wat dan ook. De workplace is gewoon in hoe het eigenlijk is, een natuurlijke habitat is. Dan heb ik hier de Razer ding. Hoe heet dit ding? Oh ja, de Razer Black Widow. Dan hebben we hier de Razer Black Widow. Nog altijd trouw aan de Razer Black Widow. Typt nog altijd geweldig. Echt waar, hoe die toetsjes ingedrukt worden. I love it. Dan heb ik hier mijn gamebril. En dat is een... hoe heette deze ding ook weer? En deze gamebril is een Gunnar. Gunnar Optics. Het is een Gunnar Phoenix of zo. Zoiets in die richting. Het is best wel een hipster bril. Alleen heel fijn om mee te gamen. Daar een speaker. Daar hebben we een Logitech speaker. En dan hebben we hier beneden van mij, waar ik altijd zo lekker op leun. Oh, first person view. Isn't that awesome? Dat is de Logitech Z263 of iets in die richting. Hele fijne Logitech speakers. En als ik dan niet mijn headset wil gebruiken, waar wij nu naartoe gaan. Dit is mijn headset. Nou, dit is mijn headset niet. Nee, Sander, wat doe je door? Dit is mijn headset. De Razer Tiamat 7.1. Zit geweldig op je hoofd. Goede hoofdband. Awesome. Die heeft dit dingetje. En als ik dan een filmpje van mij kijk, zoals Spooky 2014, dan hoor ik dat nu waarschijnlijk door mijn headset. Yep. En dan druk ik op dit knopje, wat ik super handig vind. Want mijn speakers, die zijn stereo speakers, die zijn hiermee aangesloten. En als ik dan op dit knopje druk... Yes! Dan gaan we naar mijn muis. En daar wil ik David even publiekelijk voor bedanken. Thanks David, van Dus David Games. Een Logitech muis. En deze muis is fucking awesome. Ik weet even niet het prototype ervan en zo. Ik ben heel slecht voorbereid op deze roomtour. Maar hij zit echt geweldig in de hand. Dit is de Logitech Proteus Core. En echt geweldig. Het ziet er een beetje uit als een als zo'n Red 9 of Red 7 of zo. Hoe die muis noemt. En er kunnen ook gewichtjes in. Hier op de achterkant. Als je dan dat er zo afhaalt, dan kan je daar gewichtjes in doen. En die gewichtjes die liggen hier gewoon. Voor als ik mijn gewicht wil veranderen. Als ik aan het gamen ben en ik denk van, nou, oké, dan moet ik even iets zwaarder in plaats van, licht, wow, help. Ja, Sander, oké. Dan als we hier naar rechts gaan, dan hebben we hier mijn PlayStation Vita. Dit is de PlayStation Vita 1, de zwarte. En die PlayStation Vita gebruik ik redelijk vaak. Die ligt altijd hier. En dan hebben we hier vandaag, want ja, dit is een roomtour. Dus hoe het er nu bij zit, hebben we allemaal Linkin Park Underground CD's. Allemaal van de fanclub CD's. Ja, dit is echt crazy. Hier ben ik dus fan van, hè. Cookies. Are you kidding me? cookies dus. Dat is echt crazy. Daar liggen dus eventjes wat fanclub CD's. Die heb ik laatst moeten laten zien. Of heb ik laten zien. Dan hebben we daar nog mijn tablet die ik gebruik. Het is een Sony Xperia Tablet Z. Het is de allereerste versie. Even hierop drukken. Tadaa. Mijn mooie Sand-C. Dan heb je ook mijn achtergrond gezien op mijn tablet. Het is echt fantastisch. Dan hebben we hier onder mijn headset hebben we nog wat Linkin Park stickers. Zoals je ziet, ik ben echt wel best wel Linkin Park fan. Zie je ook waar ik allemaal fan van ben. Linkin Park stickers en zo die ik allemaal kan plakken. Super awesome. Dan hebben we daar een stuur. De Logitech G27. Daar moet ik weer David voor bedanken. Thanks, Dave. You're awesome. Want eindelijk, ik ben begonnen als simulatie-race gamer. En ik raced heel veel. En daar hebben we hem, de G27. We hebben nog wel meer van de G27. Pedalen, die zijn eronder. En als ik hem niet gebruik, want ik kan hem natuurlijk niet altijd gebruiken. Holy shit, daar ging de zoom. Terug. Deze kunnen we niet altijd gebruiken, de G27. Awesome stuur. Dit is heel slecht dat ik hem zo laat hangen. Maar we zetten hem terug waar hij eigenlijk hoort. En dat is...
hier beneden. Maar ik wou hem niet helemaal opbergen, want ik wil dat ik dat ding heel makkelijk kan pakken. Dus ik heb een heel simpel systeem bedacht. Er liggen hier ook nog wat kabeltjes, die horen bij het stuur. Ik kan hem heel makkelijk hierop aansluiten. En dan zit ik hier perfect voor, want je denkt, waarom doe ik die pedalen naast die box? Nou kijk, als ik zo zit, dus met mijn voeten echt precies hier zo. Ik weet niet of je dat kan zien. Nee, zo ga je dat niet kunnen zien, maar zo wel. Dan zie je dat ik precies recht voor mijn eerste scherm sta. Nou, dat is echt perfect. We hebben hier trouwens nog steeds de Logitech G920C. Nog altijd dezelfde webcam as always. En hierboven hangt een geweldige artiest die een Walking Dead poster had gemaakt. Elvis heet die. Dat is een handtekening daar. Elvis. Ik hou heel erg van de Walking Dead serie. Ik vind dat echt qua storytelling een van de sterkste series. En ik vond dit awesome artwork van die kerel. Dus ik heb hem toen aangekocht. En nu hangt hij daarboven. Hij is wel een beetje gekronkeld zoals je ziet. Wou hem eigenlijk in een lijstje doen. En dan hebben we daarboven nog mijn middelbare schooldiploma. Het is echt fantastisch. Dit is nog steeds dezelfde computer. Met een Nvidia 670, twee Nvidia 670's en een i7-3930K is heel weinig mee veranderd. En ik heb wat extra harde schijfruimte hier liggen. Ik ga gewoon alles langs, jongens. Een Western Digital 1 terabyte. En we hebben hier een Blu-ray USB speler, zodat ik Blu-rays kan afspelen. En wat echt het langste hier hangt, is dit Dead or Alive. Tam tam tam, Sander is dood of leven. Ja, welkom bij Slagharen. En dan hebben we hier de Razer Kraken. Die gebruik ik gewoon voor alles en nog wat. Is heel easy natuurlijk om mee te nemen en zo. Leuke headset. Heel leuk geluidje zit eraan. En ja, dat is gewoon zo'n 3x5mm ding. Dus dat is heel makkelijk. Dan hebben we hier waar mijn YouTube 100.000 abonnee plagiaat ding, plak ding in zat. En dan hebben we daar hebben we dan de Logitech doos. Die liggen hier altijd even. Dozen die ruim ik niet super snel op. En dan hebben we hier iets waar ik jullie nog voor moet bedanken. De YouTube 100.000 abonnee silver play button. Congratulations Spook611 met 100.000 abonnees. Jullie zijn echt awesome. Thanks voor de support, guys. Jullie zijn echt awesome. I love it. Echt waar. Ik ga hem nog ergens mooi ophangen. Maar voor nu ligt die hier zo. Hij staat hier. Heel cool. De YouTube silver play button. Echt heel awesome. Dan gaan we naar mijn bed. En mijn bed is nog altijd mijn oude kinderbed, om eerlijk te zijn. Heel veel stickers. Ik kijk er eigenlijk nooit naar. Dus we gaan even kijken wat voor stickers ik hier vroeger op plakte. En dat is zo te zien, als je dat goed kan kijken. Even kijken. Zo. Zie je Superman Gelre Dome 2005. Wat Formule 1 uit 2003. Ja, Renault Formule 1. Een Smurf. Die zit er denk ik het langst op. En wat Warner Brothers Shizzle zit erop. En laatst had ik Sackboy erop geplakt. Maar zoals je ziet, Sackboy die wil los. Sackboy wil graag in de wereld rond blijven banjeren. It happens. Dit is boy trouble. En dan als ik in mijn bed lig, dan heb ik hier een Smart TV. Dus een Samsung Smart TV. En deze Samsung Smart TV, daar kan ik altijd op PlayStationen. PlayStation 4 of PlayStation 3. En dan kan ik gewoon lekker op Netflix kijken en zo. Er zit geen tv aangesloten hier ook. Ik kan niet hier tv kijken. Maar dan gaan we hier dus heen. En als we hierheen gaan, dan vinden we hier wat games. Deze games kennen jullie waarschijnlijk al. Heb ik misschien al een keer laten zien. Last of Us Remastered, Trials, Fusion, Need for Speed en zo. Voor de mensen die dat willen zien. Hier wat promo-copies van PES en FIFA die je dan krijgt. FIFA 14, Infamous, Battlefield, van alles en nog wat. En een PlayStation 4, waar ik eigenlijk geen ruimte meer voor had. Dus die heb ik hier maar boven neergezet. Nou, valt gewoon te doen. En dan hebben we daar de PlayStation 3 die daar al 2 jaar zit. Dat is eigenlijk niet zo lang. Ik heb ook niet zo lang een console. Ik ben nog altijd een PC-gamer, zoals hier in het PC-hoekje. En ik heb puur een console gekocht om voor jullie Last of Us te spelen en GTA te spelen. En dat is toen gelukt. Toen hebben we hebben veel Last of Us gespeeld. We hebben veel GTA op de PS3 gespeeld. En ja, ik ben nog altijd puur een PC-gamer eigenlijk, maar ik vind deze twee PlayStation toch wel leuk. Ik vind het toch wel leuk, jongens, met de console. Ik join jullie in de console army. Dus ja, PS3 daar, PS4 daar en hier een controller. En dan hebben we daar ook een controller. Die ligt daar voor als ik in bed lig. En dan hebben we hier een nieuw dingetje. Dat is de
PlayStation TV. En de PlayStation TV, daar kan ik PlayStation Vita games mee afspelen. Kan ik remote playen als ik hem ergens anders neerzet. Maar nu ligt hij hier, want ik wil graag het opnemen. Ik wil graag wat PlayStation Vita games opnemen. En dat kan dan via de HDMI, via mijn capture card. Want we hebben nieuwe capture cards. We gaan toch weer terug hierheen. Want we gaan eigenlijk een rondje. We begonnen hier en we gaan zo... En dan zijn we nu hier, in dit gedeelte. Want we hebben een capture card. Als ik hier even dit licht weer aanzet. Dit is tegenwoordig trouwens mijn microfoonarm. Die kan ik... Ik heb hem ooit een keer hier achter gezet. En dat die zo naar onderen hing. Dat ging niet zo lekker. Nu heb ik hem aan de zijkant daar. Heel veel kabelrotzooi trouwens. Let daar maar niet op. Nou ja, je kan erop letten, maar ja. En ik kan hem nu gewoon naar voren hangen. En dan kan ik gewoon zo, woep, door de microfoon praten. En als ik dan even niet aan gamen ben, kan ik hem daar zo naar achteren doen. Dit keer doen we hem even zo. Want hier hebben we de Elgato HD60 die ik gebruik. Voor echt HD-opnames zoals Pro Evolution Soccer, serie met MyClub en zo. En de HDPVR gebruik ik nog voor livestreamen. Want dat werkt net even wat fijner en beter om te gaan livestreamen. Wel iets mindere kwaliteit dan de Elgato HD60. Maar ik heb ze dus naast elkaar staan. En dan vraag je je af, Sander, maar je kijkt toch altijd hier naar je PS4-beeld? Nou, dat is nog eigenlijk een beetje dezelfde setup. Dit keer alleen zit daar een splitter tussen. En misschien heb ik dat al eens verteld in een vorige roomtour. Maar dit is dus een splitter. En die zorgt ervoor dat van de PS4 een HDMI-kabel naar de splitter gaat. En dat is dus dat kabeltje hier zo. Daarom hangt hier waarschijnlijk ook een HDMI-kabel. Ja, hier hangt de HDMI-kabel. Dat is van de PlayStation TV. Want die kan ik, als ik die daarin doe, dan kan ik al opnemen. Zo simpel is het. Het wordt nu wat ingewikkelder. Want hier heb je twee HDMI-kabels. Vandaar een splitter. Een splitter zorgt ervoor dat die hem split in twee signalen. Oftewel, dit is het game-signaal van de PS4. En daar komen twee signalen uit. Eentje, die gaat weer rechtstreeks terug naar de tv. Zodat ik mijn computer niet aan hoef te doen, enzovoort, enzovoort. Want die andere, die gaat naar dit ding. De HDPVR. En de HDPVR, die heeft een HDMI in... Dus er komt in de HDPVR dat signaal. En dat signaal gaat er weer uit. Dat signaal gaat naar dit apparaat. Het is zo crazy. De switcher. En in de switcher zitten ook weer drie kabels. En daar is eentje. Die komt dus van de HDPVR. Oftewel van daar naar daar naar daar. En eentje die komt van mijn PC naar daar. En daarom zie je dit. Het PC-scherm. Maar hoe switch ik dat? Want er zit dus ook een signaal van de PS4 in. Door op dit knopje te drukken, waardoor beide schermen zwart zijn. Dit wordt nu mijn eerste scherm. Je ziet ook het Windows dingetje, balkje. En hier zie ik precies hetzelfde als wat ik daar zie. Oftewel, nu kan ik lekker achter mijn microfoontje commentaries uitoefenen, met jullie praten en gamen. Ja, nou, dat is eigenlijk een beetje, dit is het meest simpelste hoe ik het kan uitleggen. Je ziet heel veel kabelrotzooi hier ook. Alleen maar daardoor, dat kan ik allemaal mooi wegwerken, maar nu heb ik daar overzicht van. Ik ben daar heel erg zo van mijn eigen overzicht, ook al ziet het er voor jullie heel rommelig uit. En deze kabeltjes, die zorgen ervoor dat ik PS3 nog kan opnemen, want daar zit de PS3 mee aangesloten. Hoef ik alleen op mijn computer te zeggen van, kies deze kabeltjes of kies dit kabeltje. En dan switch ik tussen PS3 en PS4. Zo erg zit dat in elkaar. En dan kan ik, ja, je ziet nu gewoon op twee beeldschermen. Als ik dan weer twee schermen wil, druk ik hier op dit knopje. En dan switcht het weer. En dan happakee. Zit geen delay in als je je dat afvraagt van, hey, wordt het dan niet gedelay? Want het signaal van de PS4 gaat daar doorheen. Dan daar doorheen. Dan gaat het daar doorheen en dan komt het op dit scherm. Er zit totaal geen delay in. Geen milliseconden delay of wat dan ook. Deze wordt met stroom aangedreven. Deze wordt ook met stroom aangedreven. En dit dan niet. Maar dat is goed genoeg om gewoon de delay helemaal poef te terminaten. Ik heb helemaal nergens last van. Nu zijn we hier weer. Dat zijn de capture cards. Daar achter mij staan dus de consoles. En dit is mijn hoekje eigenlijk. Dit is mijn computerhoekje. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Dit was een beetje een roomtour. Ik kan niet echt alles laten zien. Ja, je hebt daar autodrop. Woe, autodrop. Posters aan de muur. Linkin Park Underground, oftewel de fanclub van Linkin Park. Ik ben 7 november voor het eerst naar een Linkin Park concert geweest. Na 12 jaar is het me eindelijk gelukt. Oftewel, daar wou ik een remembrance van. Je ziet mij hier, zie je mij backstage, gitaar, shizzle en zo. Je ziet mij daar in een fanfoto. Dit is de zanger van Linkin Park, dus ik natuurlijk helemaal blij dat ik daar sta. En ik kon ze allemaal fotograferen omdat wij heel dichtbij mochten zijn. Omdat je lid bent van die fanclub, heb ik een hele leuke dag gehad. En die wou ik eventjes verzilveren, zeg maar. Dat is echt mijn fanboyism. En Spooky 1611 natuurlijk, nog altijd de Spooky 1611.
poster/vlag. En dat was hem. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Laat even een duimpje omhoog achter. Later. Als jij in dezelfde situatie zit als The Walking Dead, zal je dan dezelfde keuzes maken als in de game. Dus de keuzes die ik heb gemaakt in al die 40, 50 afleveringen van The Walking Dead, of ik die dan ook in real life zou maken. Nou ja, het zijn wel mijn keuzes, maar toch denk ik...